Dit is 030 Seconds. Twee spelers van FC Utrecht die het opnemen tegen twee andere spelers. 30 seconden de tijd, 5 woorden die te maken hebben met FC Utrecht. Met vandaag Otman Boussaïd en Sean Kleiber tegen Fabian de Keizer en Tijmen Nijhuis. Yo, doei. Maar we hebben al die microfoon nog vast. Jullie mogen beginnen. Buurman en buurman, gaan ze. Ga weg. Ja? Kan die? Ready? 3, 2, 1, go. Wat doe je over je scheenbescherm heen? Sokken. Eet anders. Sokje. Kousen. Ja? En wat zijn we aan het doen als je... Rennen? Nee. Voetballen? Voetbalkousen. Oude keepers trainen? Steven Posma. Onze enige Japanner? Leidige naam, ja. Automerk uit Japan, volgens mij. Hyundai, Daihatsu. Gaat door. Suzuki, Honda. Is ook sponsor geweest van Utrecht. Tijd! Nissan. Is dat de Nissan bro? Is dat echt Japans? Ja, ik dacht. Is dat Japans? Aziatisch. Ja. Maar ik zou ook Toyota zeggen. Drie van de... Wil je nog gaan checken? 3, 2, 1, go. De club uit Tilburg. Willem 2. Wat is een verdedigende actie maken? Tackle. Anders? Je glijdt. Een sliding. Ja, dankjewel. Als ik dit doe. Scorend. Over de keeper heen. Een chip, Panenka. Nee, anders. Lof. Hoe heet onze Griekse spits? Anastasios Doukas. Ja, heel mooi. Roel Frenko, wat was hij van ons? Masseur. Ja, en nog steeds dat ene, deze. Chip, Panenka. Bijna. Hey. Stifje. Stifje? Ja, dat is een kaartje. Ja, dat is een kaartje. Vamos, dit is fout, hè? Dit is fout, hè? Dit is Anastasios, niet Tassos. Ja, nee. Maar dat is... Dat is fout. Het is taal, ja. Anastasios. Dat is mooi uit. Nee, hij moet Tassos genoemd worden. Oké, maar hij zei Anastasios, dus dan is het fout. Ja, dat is fout. Oh nee, je moest streng zijn. Dat zijn echt een kaartje. Ja. Dat is echt een... Wat hij zei is veel moeilijker. 3, 2, ik heb pas gespeeld. Als je bal paast en je krijgt hem terug, dat noem je? Kaats. Nee. Als je van het veld wordt gedragen, dat wordt gewoon. Roodkaart. Ja. Oud Spits speelt, heeft bij Vitesse gespeeld, Groningen gespeeld, Basel. Rick van Wolfsum. Ja. Trainer van ADO die ontslagen is. Dirk Kuyt. Ja. Als je aan het aanvallen bent en je verliest de bal, dan moet je. Counter. Nee. Omschakelen. En dan één fout. Eén fout. Omschakelen. Ja. Is het wel? Schakel? Nee, ja, je was goed, maar... Tijd. Omschakeling. Zijn jullie dat niet? Omschakeling. Drie van de vijf. Ja. Zei omschakelen. Maar wat zei Tijmen? Omschakelen. Wat zei hij? Hij zei tweetje. Omschakelen. Omschakelen. Maar telt dat of telt dat niet? Nee, dat is heel iets anders. Ja. Ja, maar dan is Anastasios Doufikas ook fout. Nee. Ja, omschakelen of omschakeling? Ja. Nee, omschakeling. Het is echt omschakeling. Jullie mogen bepalen. Hoezo mogen we dat? Dan mag je ook betalen. Nee, je mag betalen. Vergeet die microfoon, die tellen niet goed. Ja. Maar wacht, nee, ik heb nog niet gedraaid. Wacht. Ja, als je het koud hebt, wat doe je om je nek? Een sjaal. Wie was onze trainer die... waarbij we... De Jong. Nee. Dik advocaat. Ja, juist. Wie staat altijd laatste in de keukenkampioendivisie? Altijd, nee, de meeste. Jongeren. Nee, andere. Is het sport? Ja. Onze. Hoe noemt dat? TV-zender, bekend sportzender. ESPN 1, 2, 3. Merk met twee vrouwen. Oh. 4 van de 5. Kappa, ja, hey, mooi merk, man. Ik had het niet geraden hoor. Maar... Nee, het zijn een merk met twee vrouwen. Ja, dat heb je zitten zo met twee vrouwen. Ja. Toch? Jouw leeftijdgenoot, verdediging? Tommy Sint-Jagen. Mooi. Voetbalclub in Rusland waar we tegen gespeeld hebben, Europees? Zenit. Helemaal? Zenit Sint-Petersburg. Wat roept die gozer op de tribune had, of die aan het verkopen is? Worst, warme worst. Hoe heet de jongelingen die supporters zijn? De Tigers. Ja, juist. En als je scoort, zo? Omhaal. Ja! Als je scoort, zo? Zeg gewoon ineens omhoog. Ik zeg je eerlijk. Ja. Maar nee, dit is echt niet tellen. Maar dit kaartje weet je zo. Heel lekker kaartje. Mijn zoontje van 5.
Eerlijk. Dit is geen moeilijke, hè? Genieten, genieten. Ah, oké, ja. Goed gedaan, Tijn. Dankjewel. Zo, ik volgende keer ga ik ook zo. Goed, je pakt ze. Geen onderdoel. Geen klein. Maar nee, we staan gelijk. Arme woord. Ja, arme woord. Toch? Als ik er... Hete ballen. Als ik er 4 doe. Ja. Nee, 3 zelfs, want toen hebben we eigenlijk vals gespeeld, maar oké, kom maar. 3, 2, 1, vamos. Dit is onze Belgische linksbuiten. Mertens, Dries Mertens. Nee, die andere, die ook in de finale van de beker scoren. Hoe noem je die kale trainer die naar Man U is gegaan? Internet. Ja. welk gebouw staat in de stad? In Utrecht? Dom. Helemaal? Dom. Ja, het is niet een... Doctor. Juist. Die, dit is die linksbuiten, die Belg. Die met die blonde haren. Nee. Dave van den Berg. Ja, die ken ik niet, bro. Ja, sorry. Oeh, twee maar. Maar die had ik niet. Ja, die ken ik. Ja, maar die ken ik. Ik weet niet wie het is, maar... Ja, maar Belg, gaat hij Frans Adenauer? Ik denk dat hij Belgisch Frans Adenauer zou kunnen niet. Kijk, dit is een goed kaartje. Tony. Waar wil spelen? Grasveld. Ja. Tegenovergesteld van wat je net zei. Kunstgras. Ja. Club in... niet in Lissabon, niet bij Fika, maar... Volgende. Nee. Als we Europees voetbal hadden, dan komen al die supporters. Op het veld. Ja, en hoe noem je dat? Bestormen. Ja, en dan... Samen bestormen. Ja. Nee. Club in Duitsland, tweede league. Tijd. Ga je doen? Dit is een gelijk voor tomaat. Porto en Hamburg. Dit kun je gewoon doen. Pepe speelt hier oude club van de Vaart. Ja, ik ga niet alle clubs in Portugal ineens opnoemen. En Benfica Porto, dat is gewoon. Het is nu 15 tegen 10, dus wij moeten alles goed hebben, Otje. Ja, ik doe mijn best. Doen. Dat doe je altijd, jongen, dat weet ik. Let's go. Oké, let's go. Kijk. Wat? Zet hem recht. Haat hem, jongen, hij is een klein kind, man. Wie is bij ons Blessa die net terugkomt? Bart Ramsla. Wat doen we op het einde van het seizoen meestal? Altijd bijna. Playoffs spelen. Ja. Wie was onze vorige kapitein? Willem Jansen. Dat is kijk. Ja, hij zit vaak bij Utrechtse programma's. Zijn hele naam? Ja. Je hebt de vader van... Rick Kruis? Oh, Gertje Kruis. Tijd. Ja, je zou Rick Kruis tijd. Oh nee, dat is die andere. Maar dat is, dit is dat goed in de buurt, man. Oh, wie is dat? René van den Berg, hij doet bergsport. Ja, die doet het. Ja. Hey, netjes. Gewonnen. Ja, ik heb het. Ja. Echt spelen. Zakelijk overwin. Oké, okay, ja. Maar dat hebben we de omschakeling niet mee. Is goed. Ja, nee, nee, niet meer nodig. Ja, mooi verhaal. Een catch geven deze. Niet echt gewonnen. Nee, maar Otje heeft het goed gedaan, man. Hij is in Belg. Ja. Die hebben het spelletje niet. Ja. En hij... heel eerlijk is eerlijk. Hun zitten ook al meer dan 10 jaar bij de club. Ze weten de historie, alles. Otje heeft het goed gedaan. Sowieso. Ik ben sowieso tevreden over mezelf. Dat sowieso. Maar Fabian gaat over domme dingen discussiëren. Fabian mag dit spelletje gaan spelen met mijn zoontje van die is ook zo fanatiek en die kan niet tegen zijn verlies en zo. Dus iedereen bedankt voor het kijken. Vandaag, Campo Amor, Buenos Noches, Yo soy Kleiber, Tu eres op mijn Boussaïd. En voor de rest, ik weet niet wat ik net zei, maar... Ciao! Wil je het spel van FC Utrecht nu ook spelen? Dat kan. Haal hem in huis in de fanshop van FC Utrecht.